Nou, het toestel doet eigenlijk niks anders dan muziekfrequenties uitzenden. Er komt alleen maar muziek uit. Het is een resonantiesysteem, het is een getuned resonantiesysteem. Stel je voor dat als je bijvoorbeeld een vleugel stemt en je zorgt dat de snaren mooi exact hetzelfde gestemd zijn, dan klinken ze niet, maar je gaat ze ietsje verstemmen en dan gaan ze zingen. En dan krijg je dus dat brede geluid. Dus met een multiwave was je later precies zo. Stel je voor, een cel in je lichaam heeft een bepaalde trilling, zit op een bepaald niveau. Maar doordat je niet goed voelt, of je hebt een beschadiging in je lichaam of een aandoening, zitten die cellen in een lagere trilling dan waar ze van nature behoren te zitten. Nu ga je dat lichaam of die cel een breed spectrum aan frequenties aanbieden. Dat gaat dwars door je lichaam. En wat doet die cel nu? Die pikt onmiddellijk zijn eigen frequentie eruit. En dan gaat hij weer op zijn eigen niveau gaat hij dus trillen of resoneren. Nu is de kunst om ervoor te zorgen dat die cel daar blijft, want daardoor is hij in staat tot een bepaalde mate te regenereren. Nou is de kunst van hoe krijg ik die energie continu in die cel? Dat is dus door heel frequent te behandelen. Niet één keer in de 14 dagen, dat heeft weinig zin. Dat is bij sportblessures anders, dat kun je gewoon wat langere termijnen gebruiken. Maar als je dus ernstige aandoeningen hebt, dan behandel je frequent, liefst elke dag. Want dan blijft die cel in die trilling. Waardoor hij dus kan regenereren. Een van die ernstige aandoeningen is kanker. Olaus Martens kreeg in 1998 na onderzoek te horen dat zij een tumor had in de dunne darm met uitzaaiingen naar de lever. Opereren was bij haar geen optie en zij begon aan een nieuwe behandeling in Rotterdam. Daar werd ze inwendig bestraald met radioactieve stoffen. Een behandeling die je maar twee keer kunt doen in verband met niet afbreekbare stoffen in het lichaam. Na een aantal jaren toen kwam ik dus weer in Rotterdam en toen zei hij van ja, het lijkt erop dat het weer wat een paar millimeter gegroeid is. En toen hebben wij gezegd van laten we nog even 3 maanden wachten voordat we echt die behandeling doen, want het is je laatste kans. En toen kwam ik, vlak daarna kwam ik dus bij Wim Gelderblom in Zeewolde en die zei van ik heb nu, zegt hij, een apparaat. En daar zijn mensen, ik heb 2 mensen behandeld. 1 meneer met leukemie. En die heb ik een aantal keren behandeld. En die kwam in het ziekenhuis en die hoefde geen bloedtransfusie meer. En er was nog iets met een mevrouw, maar dat weet ik niet zo goed meer. En toen zei ik van nou, ik zei zo en zo is het geval. Ik wil wel 10 keer zo'n behandeling hebben. En toen zijn we 2 keer in de week gaan doen. En ik had 6 behandelingen gehad. En toen ging ik weer naar, toen moest ik weer naar Rotterdam voor de scan. En toen kwam ik dus 3 weken later voor de uitslag. Ik weet niet wat er gebeurd is, zegt hij, maar het is niet meer geworden, maar het is kleiner geworden. En toen zei ik van, nou, ik weet wel wat er gebeurd is. Als je het wil horen, dan wil ik dat wel vertellen. Die dokter die lachte wat en die zei verder eigenlijk helemaal niks. Het punt is dat we het over alternatief hebben, over regulier, maar voor mij is er geen scheidslijn. Ik bedoel, iedereen doet zijn activiteit waar hij goed in is of waar hij zijn passie in heeft. Maar in beide, als je dat zo wilt zien, in beide regionen hebben we wel degelijk dus verbindingen. De klachten van deze patiënt is dat ze een zenuwontsteking heeft in de laagste regionen van de rug. En daardoor gebruik ik het lampje en de vonkenschijf. Maar vaak dan is, wanneer dit lelijk is, dan is dat automatisch mee lelijk. Want dan doet op laatst die hele rug zeer. Dus dan pak je dat gedeelte er ook bij. En dan heb je een algehele ontspanning. En die pijn die trekt dan weg. Je hebt ook eigenlijk ogenblikkelijk soelaas. En dat geeft een patiënt mentaal ook een enorme opkikker. Fijnkie Zeebrandy is een bijzondere vrouw. En het is toch een van de therapeuten geworden die er eigenlijk altijd voor gaat. Dit lampje, ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Maar je moet je voorstellen dat wat die vonkenschijf is, een breed vlak bestrijken en dat harmoniseren, is dit lampje eigenlijk in een punt. Dus waar het heel lelijk loopt op die rug, waar heel veel zenuwtjes sluiting maken en pijn doen, als je dat daarop zet zo, en je houdt dat 1 minuut of 4 vol, dan ontspant die zenuw zich. En daardoor heb je eigenlijk direct soelaas. Als mensen een verstuikte enkel hebben en een dik enkel, dan haal je dus het dikke meteen hier door eruit.
En het is heel plezierig voor mensen die heel veel pijn hebben met een verstuikt enkel. Hoe voelt dit, Kobi? Goed wel. Nou, het begon eigenlijk al meer dan 2 jaar geleden. En ik plaste eigenlijk een tijdje al bloed. Maar ja, ik zat midden in een verhuizing en ik lette daar eigenlijk niet zo op. Het ging elke keer weer over en ik had verder niet zoveel pijn. En op een gegeven moment was het zo erg. En toen volgde de cystoscopie en toen moest ik meteen geopereerd worden. En het bleek dus een kwaadaardige tumor te zijn. Dus nou, dan kom je in een categorie terecht. En er zijn 3 schalen in totaal. En nou ja, na een jaar had ik weer een tumor. En weer geopereerd. Ze wilden mij in ieder geval aan een chemo hebben. En dat heb ik toen geweigerd. Dat wilde ik niet. Ik heb wel de eenmalige chemo na de operatie gedaan. Maar ik was toen al ja, gewoon op een alternatieve manier bezig. Hè, met gewoon gezond leven, gezonde voeding. Maar goed, het had geen effect. Want na 3 maanden, na de tweede operatie, had ik weer een tumor. Ja, toen ontmoette ik dus Hans. En het kwam zo toevallig ter sprake hè, van dat ik kanker heb. En toen noemde ik een keer frequentietherapie. Toen zei hij, nou, dat ken ik. Nou, dat bleek dus die MBO te zijn. Dus ik ben meteen begonnen. En begon met 3 keer in de week en op een gegeven moment 4 keer in de week. Ik nam ook het colloïdaal zilver erbij. En ik nam ook MMS. En dat is dat natriumchloriet. En dus ja, dat is eigenlijk een hele korte tijdsperiode. Dus 5,5 week voor de operatie ongeveer waren die tumoren er. En toen moest ik dus geopereerd worden. Ze wilden daarmee niet wachten, want ze zijn dan toch bang voor uitzaaiingen. En op een gegeven moment lag ik dus op die operatietafel en alles klaar. En toen hoorde ik had wel een lichte roes, maar ik kon het nog wel horen wat er gebeurde. En omdat ik een spinale verdoving had. Toen hoorde ik de uroloog zeggen, er zijn hier geen tumoren, ik zie geen tumoren. Dus denk ik, nee, hè? Is het nou werkelijk zo? Er werd zelfs een andere uroloog van de operatiekamer gehaald om mee te kijken. Want ja, daar hadden ze natuurlijk geen verklaring voor. En toen zei ik, ja, maar ik weet wel hoe het komt. Nou, ik weer het hele verhaal verteld. Ik vertelde het tegen iedereen, want ik was zo blij. Maar ik werd gewoon totaal genegeerd. Ja, dat is wel mooi. Maar verder geen interesse. Zaalarts. Ja, ook geen interesse. Ik zei, ik wil wel graag dat hij er een aantekening van maakt. Want ik wil ook eer voor mijn eigen input hebben. Ik zal kijken wat ik voor u kan doen. Nooit meer wat van gehoord. Kijk, het zit zo. Ik gebruik voor de helft ongeveer in de therapie de apparatuur van Hessel Hoornveld, van Meditech. En voor die helft heb ik enorm veel soelaas. Soms gebeurt het dat ik niet weet welke kant ik uit moet vallen, wat ik nu nog moet doen. En dan denk ik, ik ga eerst maar eens beginnen om de patiënt in harmonie te brengen met de multiwave en met de grote schijven. En wanneer ik daar soelaas mee heb, dan doe ik dat pakweg 4-5 keer. En dan denk ik, ziezo, nou ben ik op weg, dan ga ik naar de subtielere kant. Dus dat is 50% van het behandelplan. Het behandelplan is ook vaak veelomvattend. Wat ik hier achter me heb, dat is dus de MORI, heeft Meditech ook ontworpen. Meditech Europe is een verzamelnaam voor allerlei producten die met energie te maken hebben, die met resonantie te maken hebben, die eventueel met behandelingen te maken hebben. En ook producten die je kunt inzetten om dus je levensomstandigheden te optimaliseren. Als ik op de andere kant, waar ik mijn diagnosepraktijkkant heb, als ik daar kan ontdekken wat het lichaam belast, dan kan ik met deze apparatuur, met bioresonantie, kan ik de patiënt therapie geven. En dat is heel prettig dat het niet direct aan het eerste apparaat vastzit, want je kunt hier meerdere mensen behandelen terwijl je daar met diagnosticeren bezig bent. Zo werkt het ook. Ja, ik ben natuurlijk als organisatieadviseur actief binnen de gezondheidszorg, reguliere gezondheidszorg. Maar ben vanuit dat vak ook zeer geïnteresseerd in complementaire behandelwijzen, dus in innovatieve behandelwijzen. En ben op een gegeven moment op de MWO geattendeerd en ook de
de goede resultaten die in een aantal gevallen zouden zijn bereikt. En toen heb ik zelf persoonlijk wat onderzoek verricht. En op basis daarvan en de vaststelling dat hij nog niet regulier werd ingezet, heb ik zelf het initiatief genomen om de producent te benaderen en te vragen of zij al met wetenschappelijk onderzoek waren gestart. Diederik Balk is van de Stichting Rezocel en die stimuleert dus het onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, van de multiwayfasciolator. Er is op dit moment één verkennend onderzoek uitgevoerd door Meluna Human Studies om feitelijk vast te stellen of de MWO überhaupt effect heeft op dat EM-veld. Nou, dat is nu feitelijk vastgesteld. We zijn nu eigenlijk in voorbereiding voor een vervolgonderzoek. Wat we zo mogelijk tezamen willen doen met een universiteit, mogelijk met Leiden. Maar het is afwachten op het juiste moment daarvoor. Omdat ook de meetmethodiek, biofotonenonderzoek, ook nog in de kinderschoenen staat. Dus ook de wijze waarop gemeten wordt, dat is ook een innovatieve meetmethodiek. De multiwave oscillator is dus een mooi kastje, er zit een oscillatiesysteem in. Dat kun je tunen, dat kun je stemmen, dat hoor je ook. Dat kun je dus aansluiten naar de antennes, de grote antennes. Daar is eigenlijk de multiwave oscillator gewoon wereldberoemd mee geworden. En dat zijn gestemde ringen. Dat zijn ringen die oscilleren, daar zet je een hoge spanning op. En door die hoge spanning krijg je inductie en die gaan die ringen daar binnenin gaan mee trillen. En doordat je daartussen zit, krijg je dus een homogeen veld en het gaat dwars door je heen. Dat voel je ook binnen een minuut dat dat zo is. Nou is het leuke hiervan dat je heel weinig energie nodig hebt. Want doordat de ene antenne gestemd is en de andere gestemd is en het een bipolair systeem is, dat is misschien even technisch, maar ik moet het toch even vertellen. Daardoor versterken die antennes elkaar qua werking. Dan is 1 plus 1 is 3. Dat is een natuurwet. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de Rijfanotron-tube. Die spreekt heel veel Rijfgebruikers aan. Ik heb alleen gedacht van als namelijk zo'n systeem met een heliumgas daarin op een specifieke frequentie kan werken, moet ik daar ook multifrequenties mee kunnen uitzenden. Want dat is uiteindelijk hetgene wat dus die multiwave in basis genereert. En doordat die dat genereert, kun je dat uitzenden via dat gas in die bol en dat komt in de hele ruimte. Dus dat wil zeggen dat je 5 of 10 mensen tegelijk zou kunnen behandelen. En je moet niet varen op alleen maar alternatieve dingen. Dat is redelijk gevaarlijk om dat te doen. Ik vind ook dat de reguliere geneeskunst en de huisarts, die heeft zijn eigen plek. Ik ga niet op de stoel van de huisarts zitten. Is ook helemaal mijn bedoeling niet. Maar ik kan niet verdragen wanneer een klein kind middenoorontsteking heeft en in de schouders duikt, omdat het zo zeer doet. Die krijgt van mij dus zo'n sproeiflesje met colloïdaal zilver. En een paar uur later is het klaar. Je moet eigenlijk het principe begrijpen van waarom wat een lamp doet. Wat goed is om die boekjes te lezen van Eberhard en die op het internet staan. We geven opleidingen met betrekking tot de multiwave. We geven seminars. Als mensen een apparaat aanschaffen, krijgen ze ook een persoonlijke begeleiding. Ik sta altijd open voor vragen. De reguliere geneeskunst, daar heb ik diep respect voor. Maar de uitoefenaars van deze reguliere geneeskunst zijn niet altijd even toeschietelijk. De volgende keer dat ik bij de arts dus in Rotterdam kwam, heb ik de hele documentatie ook meegenomen van de MBO. En heb ik gezegd, ik wil, en ook bij mijn dokter in Zwolle, ik wil heel graag dat die artsen het gewoon opnemen in mijn dossier. Omdat ik het anders niet eerlijk vind voor het verhaal wat zij te vertellen hebben. Ik heb er patiënten bij gehad die heel veel pijn hadden, die morfide hadden, die botkanker hadden, voortkomend uit een hersentumor. Nou, ik heb ze 5 keer tussen de multiwave gezet en ze waren van de morfinepleisters af. En van de morfinepillen af. En dan sta je echt zo van, dat dit kan. Dat is heel knap.
Het werkt in ieder geval levensverlengend en het regenereert je systeem. Dus het helpt je de basis te leggen om de ziekte te kunnen overwinnen. Zo breng ik het.